Vandaag werd je wakker en begon je aan een nieuwe dag. Je stond op, kleedde jezelf aan en volgde je dagelijkse routine, tot je klaar was voor een nieuwe werkdag. Maar hoe ziet die werkdag en de dag van onze bewoners er de komende jaren uit? Nederland maakt veranderingen door die de samenleving en zorgsector voor grote uitdagingen stelt. Deze veranderingen hebben invloed op ons werk in de ouderenzorg. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren enorm toe. En als zij bij ons komen wonen, heeft deze generatie ouderen een complexere zorgvraag. Het aantal mensen met dementie verdubbelt zelfs. Aan de andere kant zal het aantal zorgmedewerkers, mogelijke vrijwilligers en mantelzorgers halveren. Dit zorgt voor een flinke kloof tussen de mensen die zorg nodig hebben en de mensen die zorg bieden. Hoe is deze zorgkloof te overbruggen? Dat is de grote uitdaging voor de komende tijd. Als specialist voor kwetsbare ouderen willen we goede begeleiding, ondersteuning, behandeling en liefdevolle zorg bieden. Wat is voor u belangrijk in uw laatste levensfase? Daarin kijken we naast de lichamelijke gezondheid ook naar het nog ervaren comfort, de behoeften en zingevingsvragen. Dit noemen we integrale levenskwaliteit. Hoe kunnen we ook in de toekomst voldoen aan deze vraag? Daar is geen pasklaar antwoord op, maar samen zoeken we naar oplossingen. Deze uitdagingen noodzaken en inspireren Zintia om te veranderen als organisatie. We stemmen voortdurend af met de ouderen, de informele ondersteuning en de medewerkers. De inzet van slimme technologie zal belangrijke steun moeten gaan bieden. Met oog voor balans professionaliseren we het roosteren. En het gaat in je werk meer om welke rol je vervult dan om je functie. We zijn gastvrij, nabij en open en bouwen aan een duurzame, gezonde organisatie. Dat kunnen we alleen samen bereiken. In de veranderende ouderenzorg spelen de ouderen, de familie, naasten, vrijwilligers, aanvullende mantelzorg, welzijnsinitiatieven, de buurt, het verenigingsleven en je collega's een sleutelrol. We weten dat er veel van jullie als medewerkers gevraagd wordt. Daarom is het belangrijk dat jullie de ondersteuning krijgen die nodig is om je werk goed te kunnen doen. Het persoonlijk welbevinden van de bewoner is de kern. En bij Zintia hebben we oog en aandacht voor elkaar. Binnen de mogelijkheden die we hebben, geven we ouderen een zo betekenisvol mogelijk leven met een rijke dagelijkse routine. De zonnestralen op je gezicht. Je favoriete liedje op de radio. Een verse mango als tussendoortje. Samen lachen of een goed gesprek. Na een werkdag ga je met een voldaan gevoel naar huis. En als je uiteindelijk je bed instapt, bedenk dan eens wat vandaag het geluksmomentje voor jezelf en onze bewoner was.